Hallo en welkom bij weer een video van Mrs. Brightside. Mijn naam is Danielle Benning. En in deze video voor de Feel Good Stampin' Video Hop ga ik aan de slag met het thema Pasen. En dit is een video hop, dus dat betekent dat je in de description box een link vindt naar de volgende video, waar nog andere teamleden je gaan inspireren op dit thema. Ik ga aan de slag eigenlijk maar met heel weinig stempelen. En het enige stempelen wat ik doe is het tekstje Happy Easter. En die heb ik gehaald uit de Easter Bunny stempelset. En vervolgens maak ik vooral gebruik van dies. Ik heb gebruik gemaakt van de Nested Friends dies. En die komen in een bundel, maar ook los met de stempelset Nested Friends. En je ziet hier wat ik gestanst heb. Dat laat ik zo direct ook even zien. De drie eitjes, wat blaadjes, kleine en grote. En nestjes. En dan heb ik ook nog gebruik gemaakt van de TaylorMade Tags dies. En daar heb ik de grootste tag gepakt met ook zo'n ringversterkertje. En dat ga ik allemaal gebruiken om een kaart te maken voor Pasen. En de basis van deze kaart is Basic White Thick Cardstock. En dat is 14,5 keer 21 en dan gerild op 10,5 centimeter aan de lange kant. En we vouwen die even goed aan. Vervolgens heb ik hier een mat van regulier Basic White Cardstock. Die is 10 keer 14 centimeter. Dan heb ik een en ander gestanst. Dit is dus die grote TaylorMade Tag die. En die 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 heb ik voordat ik ben gaan stansen eerst embossed met de Timber 3D Embossing Folder. En dan krijg je dus een hout idee. Vond ik een leuk effect omdat een nestje normaal gesproken meestal in een boom is met hout. Nou, dan heb ik uit Soft Suede Cardstock de basis van het nestje gestanst. Uit Crumb Cake, zeg maar het gedetailleerde nestje. Dan heb ik uit drie stukjes, hele kleine restjes, Subtle, pasteltinten, Pool Party, Highland Heather en So Saffron eitjes gestanst. En ik heb dus drie kleine blaadjes, drie wat grotere blaadjes uit Per Possess gestanst. En dan, last but not least, dat gatenbeschermertje van de TaylorMade Tag Die, ook uit Soft Suede. Wat ik vervolgens nog ga gebruiken is dit Gross Grain Ribbon, oftewel geribbeld lint, in Pool Party. En ik ga gebruik maken van de Glossy Dots, ook in Pool Party, om het kaartje uiteindelijk af te maken. En ik ga dus stempelen en dat doe ik met Highland Heather Inkt. Goed, mijn excuus. Dit is vooral een kaartje waarop we gaan plakken. Ik heb dus al gestanst. En hier kan je dus voor dit kaartje heel leuk restjes gebruiken. En het leuke is ook als je hier geen kaart van wil maken, maar gewoon alleen het label. Dan kan je dat natuurlijk vastmaken aan bijvoorbeeld een van onze kant-en-klare verpakkingen. Zoals dit geschenktasje. En dan kan je daar bijvoorbeeld heel leuk paaseitjes in geven. Dus we gaan plakken en ik gebruik daarvoor multipurpose liquid glue en ik ga hele kleine dotjes van lijm op in ieder geval zeg maar dit ronde gedeelte van dat nestje doen. Dus ik laat die buitenste takjes voor wat het is, want ik wil wat dimensie houden. Dus die ga ik niet helemaal vastplakken. Kan ook niet, want die komen ook voorbij, zeg maar, dat basisnestje. Dus ik doe overal wat van die kleine stipjes lijm op. En het voordeel met deze multipurpose liquid glue is dat een heel klein beetje heel ver gaat. Dus het plakt als een dolle. En dat betekent dat je echt niet heel veel lijm hoeft te gebruiken. Nou, dit is gewoon die stipjes lijm. Wil je het op een andere manier doen, vind je dit vervelend, dan kan je bijvoorbeeld ook silicone sheet pakken, daar wat lijm op smeren en dan met een sponsdauber bijvoorbeeld de lijm op deze die sponsen om hem dan op te plakken. Nou, we hebben hier dat basisnestje en ik plak deze
ja, gedetailleerde die er eigenlijk gewoon overheen. Ik probeer hem even voorzichtig te pakken. Voordeel van liquid glue is dat je altijd nog eventjes een beetje kan bewegen. Nou, je ziet heel leuk al die takjes. Je ziet nog een heel klein beetje lijm. Maar het mooie van die multipurpose liquid glue, echt het meest fantastische lijm vind ik, is dat die helemaal doorzichtig gaat opdrogen. Dus uiteindelijk zie je daar niets meer van. Wat we vervolgens gaan doen is met mini Stampin' Dimensionals die eitjes opplakken. En die eitjes die maken dat het een paaskaartje wordt. En ik wil heel graag zo die mini dimensionals gebruiken om die eitjes in het nestje te plakken. Zo. En ik doe ze een heel klein beetje schuin. Zo naar binnen naar buiten, dat het niet allemaal helemaal recht is. Maar een beetje speels. En die laatste dimensional, die plak ik hier zo tussen. Zodat ik dat laatste eitje er eigenlijk zo overheen kan plakken. En vervolgens gaan we zo direct een en ander afmaken. Voor ik dat doe, wil ik ook eventjes dat gatenbeschermertje op mijn label plakken. Want ik wil dat dat even goed kan drogen. Voordat we het lint door het label halen. Zo. En wat ik heel vaak doe is dat wanneer ik de lijm erop doe, dat ik dat heel eventjes een beetje laat drogen. Dan wordt het wat plakkeriger. En dan heb je wat minder dat het echt uitvloeit. En vervolgens plak ik het labeltje. Of tenminste het gatenbeschermertje. Op. Het label. Zo. Vervolgens gaan we even stempelen. En dat doe ik op de mat. En dan heb ik wel het label nodig. Want ik ga het label uiteindelijk op deze mat plakken. Met dimensionals, dat wel. Maar dan wil ik even goed weten, goh, waar komt nou mijn label eigenlijk? En dat label, dat wil ik eigenlijk een beetje in het midden van het midden doen. En daaronder wil ik dus die tekst Happy Easter stempelen met Highland Heather inkt. En dan helpt het als ik hem even neerleg, een beetje als een richtlijn. En wat je eventueel kan doen, want het mooie aan dat gridpapier is dat je bijvoorbeeld kan zeggen, nou, ik leg mijn liniaal zo neer om even te kijken van, goh, dit zo ligt hij recht. Dan hou je hem vast. En vervolgens ga ik stempelen. Goed beinkten. Gelukkig heeft papier twee kanten. Dus mocht ik nou verkeerd gaan, dan kan ik altijd nog mijn matje omdraaien. En voilà, daar hebben we onze tekst. Zo. Inkt. Doe even dicht. Zo, en dan gaan we eerst eens eventjes dat label afmaken. Ik ga wat grote dimensionals gebruiken om mijn nestje op mijn geschenklabel, of tenminste mijn tag, te plakken, die uiteindelijk op een kaart terechtkomt. En die doe ik niet helemaal op het midden, maar een beetje aan de onderkant. En dan pakken we weer eventjes die lijm erbij. En dan ga ik eigenlijk met hele kleine beetjes lijm die blaadjes erop plakken. Het zijn allemaal hele kleine tere dies. Ik vind ze echt fantastisch. Eerst had ik zoiets van, oh, wil ik weer een vogelbundel? Want meestal koop ik hem wel. En toen dacht ik, nee, ik doe het niet. Maar, oh, ik ben er zo blij mee dat hij uiteindelijk toch in mijn mandje beland is. En ik doe wat blaadjes, zeg maar, onder de eitjes. Zodat ze wat meer een basis hebben. Dat het niet lijkt dat ze zo een beetje zweven in dat nestje. En ik hou altijd van die, oh, even een beetje lijm drukken. Ik hou ervan altijd met oneven aantallen te werken. Oh.
Dus met 5 blaadjes. Ik zit wel een beetje te friemelen met deze blaadjes. Ja, daar heb ik hem. Zo. En we doen nog een wat grotere hier aan de zijkant. En hier zit een beetje te veel lijm op. En wat je dan kan doen, als er wat meer lijm op zit dan dat je eigenlijk wil, kan je natuurlijk altijd een van je andere die-cuts pakken en die even door die lijm heen halen. En zoals dit. En dan zit er al meteen wat lijm op. Zo. Hier nog eentje. Eventjes mijn prikpen van mijn Take Your Pick gebruiken. En dan gaan we nog de laatste 2 ook. Dus ik heb even kijken hoor. Ik heb er nu 4 op. En ik had het net over. Ik vind het fijn als ik altijd oneven heb. Ik weet niet waarom. Maar ik ga eens even kijken in hoeverre ik dat deze keer ook doe. Of dat ik toch nog de grote blaadjes in het midden hier tussen stop. Ik denk dat ik dat doe. Zo, zie je maar. Het kan altijd zijn dat je toch nog weer... Oh, weet je wat ik doe? Ik knip hem gewoon even door midden. Dat is een beetje cheaten natuurlijk. Dan ga ik van 6 naar 7 blaadjes. Maar ik vind dat wel leuk. Want dan kan ik hem iets meer opvullen. Zo. Huppakee. Het is een gepriegel. Maar oh, wat wordt het leuk. Al zeg ik het zelf. Nou, hij doet niet helemaal mee. Juist. Huppakee. En dan de laatste. Ook weer een heel klein beetje lijm. Ik realiseer me nu net dat ik gewoon de putty kant van mijn Take Your Pick tool had moeten gebruiken. Dat had natuurlijk veel beter gewerkt met al deze kleine dingetjes. Zo, kijk eens. Oh, ik vind hem zo zoet. Vervolgens hebben we hier het lint. En dat knip ik aan 2 kanten schuin af. Ongeveer, wat is het? 10 centimeter. En dat haal ik door mijn label. En dan pak ik... Oh, dat heb ik helemaal vergeten te pakken. Oh, daar is het. Mijn, even kijken, Baker's Twine Essentials Pack. En dan pak ik de crumb cake uit. En ook daar knip ik ongeveer 10 centimeter vanaf. En dat ga ik rondom dit lintje knopen en strikken. Zo. Beetje last van kriebelhoest. Zo, kijk eens. Klein strikje. Trekken we even de uiteinden naar beneden. Dan knip ik nog even 1 keer zo langs die sprietjes. Mag ietsje korter. Zo. Ach, hoe zoet. En dan pakken we even een aantal grote dimensionals. Ik leg hem even niet helemaal plat neer, want ik ben bang dat ik dan een en ander aan die hele frêle takjes dubbelvouw. Dat zou ik zonde vinden.
Dus ik hou hem gewoon even een beetje omhoog. En ziet er onhandig uit. En dan leggen we weer even de mat recht neer. En pakken we ons label. En dat plakken we op de kaart. En vervolgens pakken we ook nog een aantal van die glossy dots. En dan ga ik er een aantal van op het kaartje plakken. Eventjes een beetje bling. Zo. En last but not least pak ik een beetje van de lijm om deze mat op de basiskaart te plakken. En dat doe ik ook weer in het midden van het midden. En op deze manier zijn we aan het einde gekomen van deze video voor de Feel Good Stampin' Video Hop met het thema Pasen. En ik wil je zeker aanraden om op de link te klikken die in de description box staat om naar de volgende video te gaan. En laat je alsjeblieft inspireren door de andere design teamleden. Heel erg bedankt voor het kijken. Mocht je nou vragen hebben of informatie willen, dan kun je altijd een kijkje nemen op mijn blog www.mrsbrightside.nl of je mag me een mailtje sturen op danielle@mrsbrightside.nl. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Dag dag!